Jannie Meijer en Sandra van Leeuwen zijn op pad om de stationspleinen te checken op blinde geleidelijnen. Ja, want hier is de zebra links. Zie. Ja, nee, nou, dat moet je dus weten. Ja, dus als ze met de hond gaat... Nee. We zijn nu in Enkhuizen, daar kunnen we heel goed naar de bus. Maar als je dan bijvoorbeeld naar de stad wil of naar de haven, dan moeten we het zebrapad zien te vinden. Globaal weten we natuurlijk wel waar we zijn, want dat is wel handig als je niet goed ziet. Maar nu is er niks aangegeven waar het zebrapad is. Dus sta je eigenlijk al vast. En zo ondervinden Jannie en Sandra nog meer problemen. Ja hoor, zo kunnen we weer naar de trein, denk ik. Nou, er zit iemand een bord op de lijn. Ja, zie je. Vooral de overgangen tussen geleidelijnen en gidslijnen worden gecheckt. Kijk, en dan heb je hier eigenlijk een gidslijn omdat je een trottoir hebt. Dat is een heel belangrijk punt, dat je niet opeens moet zoeken van... nu stopt de geleidelijn en nu. En helaas komen die situaties nog wel eens voor. Ik word wel verdrietig van, het confronteert je met je slechtziendheid. En dat vind ik op zichzelf al een moeilijk iets... Maar ja, je gaat er toch maar op. Het is al een stap om naar buiten te gaan. Als je het niet goed ziet en als je dan dat soort situaties hebt, ja, dan word ik daar wel heel verdrietig van. Het betekent gewoon, als je ze niet hebt, dat je altijd iemand bij je moet hebben om met je mee te wandelen, te reizen. En dit maakt een stukje zelfstandigheid. De bevindingen van Jannie en Sandra gaan naar de gemeente in de hoop dat de stations, dorps- en stadscentra toegankelijker worden voor mensen met een visuele beperking. Ik verwacht gewoon dat ze dit wel aan gaan pakken. Ja, dat verwacht ik.